Kun jij nu iedere game gewoon spelen of verschilt het dan wel weer per game wat dat weer met je controller doet, zeg maar? Ja, je moet wel naar elke game kijken welke functies je nodig hebt. Ja. Dus het is niet zo dat je erin springt en je begint. Je moet wel eventjes het onderzoek doen welke knopjes heb ik nodig om de functies te doen voor dat spelletje. Ja. En die moet je dan even opnieuw instellen. Ja. Maar dat kun je in principe dus maatwerk best snel zelf dan even veranderen. Ja. Ja, met de setup die ik nu op deze manier zo heb, is dat best te doen. Ja. Fijn. Ja.